Dus kijk jongens. We gaan weer een filmpje shooten. Kijk mee voor gezellig. Yo! Welkom bij het ADO-journaal. Het is weer de vrijdagbobbel. Mam, wat een week zeg hij. Ja, nee, ik heb het niet druk gehad, maar ik ben nerveus, joh, nerveus. Och, ik heb het gevoel dat we gaan winnen. Ik denk ook dat we gaan winnen. Zondag, wisten jullie eigenlijk wel dat we zondag naar de hoofdstad gaan? Ja, wij niet. Team, wij mogen niet. Wij praten even met de trainer natuurlijk, de aanvoerder. En twee Haagse jongens, kijk mee. Oh, sta ik hier met Tommy natuurlijk. Tommy zal ook wel nerveus zijn, Tom. Of niet? Want ik heb de hele week een beetje liggen woelen, draaien. Je kent het wel allemaal. En een beetje het gevoel van, er kan wat gebeuren. Ja, we gaan dan zeker voor een stunt. We gaan voor een stunt, maat. Ja. Wij houden van stunten. Ja. Hoe is deze week geweest, maat? Naar Utrecht, zo relaxed, ja, lekker winnen. Top. Ja, top. Geweldig. Je bent zo goed als zeker. En daar deden we natuurlijk de laatste weken voor, ja. om veilig te zijn. En ja, ik denk dat we dat nu zo goed als zeker zijn. Ja, we zijn ja, pas als wij gaan beginnen met die wedstrijd, waarschijnlijk zijn we dan veilig. Oh ja, ja inderdaad. Dat want RKC speelt natuurlijk om 2:30. Dus ja. Ja, dat is wel lekker. Luister maat, ben je ook wezen varen of vliegen? Ja, ik ben wezen vliegen, ja. Ja, en hoe was het daar? Vertel eens. Ik heb een mooie wedstrijd gezien. Ja? Wat je zegt, ik ben gek op Engels voetbal. Het is niet mijn eerste wedstrijd, maar... Ja, het zijn leuke wedstrijden. Nou, als je aan mij vraagt, maat... ik denk dat je er wel in past, zoals jij verdediger bent. Ik wil je niet kwijt natuurlijk, maar ik denk wel dat je in dat soort wedstrijden... En zo, dat, ja, dat voetbal, dat jij daar van pas kent. Want als ik je ook ziet als je, zeg maar, dan moet een vrije trap genomen worden of een hoekschop. Hoe jij ook. Ja, dan word ik, oh sorry. Ja, nee, maar niet. Word ik al blij hoe je staat. Weet je wel, want je trekt al twee man naar je toe. Ja, alleen ja, al omdat je zo doet. Nee, dat is ook zo. Maar ik ga volgende week bijvoorbeeld naar Newcastle. En dan, ja, daar zit meer voetballen in. Wat de wedstrijd die ik heb gezien, dat was wel echt vechtvoetbal. En ik bedoel, ik denk dat die scheidsrechter daar misschien 6 keer fluit in heel de wedstrijd. En je mag daar bijna alles. En ik heb daar wel genoten. Dat vond ik heel mooi. Maar luister maat, is het dan alleen als voetballiefhebber dat je daar naartoe bent geweest? Of speelt er meer? Nee, nu was het gewoon... Beetje oriënteren. Tuurlijk, ja. Ik ben gek op Engels voetbal. Ja. Ik kijk er al van kleins af aan naar. En voor mij is het ooit een droom om in Engeland te spelen. Ja. En dat zegt nog helemaal niks. Nee, precies. Want ja, ik bedoel, dit is eigenlijk je seizoen, dit seizoen. Ja. Je moet nog maar zo'n tweede neerzetten natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. Zeker. Is Van der Kal al met de flappen overgekomen? Nee, nog niet. We hebben nu de onderhandeling even gestaakt. En we zouden na het seizoen komen we bij elkaar. Ja. Dus, maar we gaan je niet zo gauw kwijtraken, Tom Maat. Jullie gaan me niet zo snel kwijtraken. Oké, wat ga jij doen zaterdagavond? Zaterdagavond ga ik lekker op stap. Lekker biertje erbij, tuurlijk. Lekker goed eten en op tijd slapen. En dan zondag knallen. Nee, maar ja, maat. Ja, Ajax, ik ben zo nerveus natuurlijk. Mm-hmm. Ik denk echt, vanochtend word ik ook wel wakker, maar dat is de hele week al. Ja, ik denk dat we nu, want hun moeten. Ja. Ik denk dat wij nu, wij kunnen vrij spelen. Wij zijn lekker vrij inderdaad. Wij kunnen lekker vrij voetballen. En voor ons is het gewoon een hele mooie wedstrijd daar. En we gaan gewoon met z'n allen de beuk erin gooien. En proberen te stunten gewoon. Ja. En wij hebben er allemaal vertrouwen in. Dus, Wij zijn Haagenezen. Ja. Dus wij begrijpen die andere jongens. Ja, zeker. Ja? Die gasten hebben... iedereen heeft zin om daar het feestje te verstoren. Oké, nou maar dan zie ik je om rond de 9:00 denk ik bij het home. Oh ja, jullie met de bus? Ik dacht langs de snelweg. Ja, we mogen niet op de snelweg, dus wij spreken af om even duidelijk te maken dat we niet naar de snelweg gaan. dat wij jullie hier opwachten dan. Ja, dat zou fantastisch zijn. Oké, man. Nou, Tommy, die gaat nou weer even relaxen nog, hè? Ja. Later. Dan gaan we even met de... Ja, het is nog een dagje wachten natuurlijk, dus de opstelling die is er nog niet. Maar trainer, hoe is het team er aan toe voor Ajax? Nou ja, ik moet zeggen, er is heel veel zelfvertrouwen natuurlijk de afgelopen weken hebben we opgedaan. En dit is de mooiste wedstrijd die je kan hebben in het seizoen. En extra mooi omdat zij zeg maar kampioen kunnen worden. En dus voor ons extra mooi om zoiets moois toch wel te verstoren. Ja, voelt het ook zo verstoren of willen wij gewoon winnen van Ajax? Ja, maar het is 2 vliegen in 1 klap. Ja, hè? Ja. We willen gewoon altijd wel graag winnen van Ajax. Aan de ene kant hebben we zeker respect. Maar we hebben absoluut geen ontzag. En nogmaals, we hebben heel veel zelfvertrouwen opgedaan in de afgelopen weken. En
Ja, en dat willen we een extra boost geven. We hebben nog, wat is het, 4 wedstrijden? 3. 3 wedstrijden. En in principe kunnen we dus, zeg maar, tot het einde van het seizoen kunnen we meedoen? Ongeslagen blijven. Ja, en meedoen. En meedoen, ja. En meedoen, maar goed. Dat is niet het belangrijkste. Nee, nee. Het belangrijkste was om bij die onderste plaatsen weg te komen. En, maar nu is het ook wel een leuke uitdaging, een mooie uitdaging om ongeslagen te blijven. En daarvoor moet je een goed resultaat halen in Amsterdam. En ja, dat beseffen we. Haagse jongens, die hoef je in principe niet te motiveren. Ons, de supporters, ook niet. Hoe is het met de rest van het team? Ken je die, of zijn die ook onwijs gemotiveerd om van Ajax te winnen? Nou ja, Den Haag, Rotterdam, dat zal elkaar niet zo gek veel ontlopen, denk ik. Die andere jongens die daar niet vandaan komen, die kijken daar niet zozeer naar. Maar die kijken wel gewoon dat ze willen winnen van Ajax. En belangrijker nog is dat wij als ploeg weer goed willen presteren en een goede uitslag maken. Dus wat dat betreft zit dat wel oké. De wedstrijd die is verplaatst naar 4:30. Daar is al zat over gezegd. Maar er is één probleem dan, want dan is het donker als jullie terugkomen. Oh, je bedoelt als wij ons melden bij het supporterzoon? Ja, als we gewonnen hebben. Dan is het donker. Nou, dan kunnen de jongens sowieso wat te drinken pakken bij jullie. Ja, want dan ziet niemand. Ziet niemand het. Ja. Oké, okay, maar ik ga je niet verder lasten van een goed weekend. En ik hoop dat we het heel goed doen. Oké, okay, okay, top, maat. Trainer, ja, is niet nerveus, maar ik wel. Yo, nou, Haagse aanhang natuurlijk. Mikey bij me, Mikey. Ja, ik ben al de hele week erg nerveus. Ja, echt waar? Heb je... Ja, niet dat we niet gaan winnen, ik maar... Ik wou het zeggen. Een beetje woelen draaien, je kent het allemaal wel. Ja, ja, nee, ik snap het, maar... nou ja, we zijn natuurlijk bijna zo goed als veilig. Dus ik denk dat wel een beetje rust geeft bij iedereen. Waarschijnlijk als die wedstrijd begint zijn we veilig. Precies. Want, dus, dan weten we wat de RKC heeft gedaan. Ja, en anders zorgen we daar zelf voor, denk ik. Ja, maar maat, als... Kijk, ze hebben het moeilijk tegen ons altijd, dat is waar. Maar ik denk dat we ze nou echt kunnen pakken. Ja, denk ik ook. Ik denk niet dat zij blij zijn dat wij die kant op komen. Nee, nee, dat denk ik, nee. Denk ik echt. Zijn dus, ze sowieso niet blij mee natuurlijk. Nee. Doe jij nog iets speciaals? Ga jij vandaag vis eten of zo? Nee. Ik doe altijd gewoon hetzelfde. Dus dat blijf ik nu ook doen. En morgenavond, want Tommy die gaat gewoon op stap, biertje gezellig. Ja, nee, ja, ik ga het even met hem mee en dan de tijd naar huis. Ja, wel, maar, nu is 2:30. Ja, thuis. Precies. En dan, nee. We zijn natuurlijk allemaal goed mee bezig, dus ik denk dat we daar gaan stunten. Ik vroeg het al aan Tommy, hoe is de sfeer in het team? Maar het is op het top. Ja, zeker. Ik denk na zo'n reeks dat je zo goed als veilig speelt, dat je dan de stemming kan niet beter, denk ik. Doe je witte schoenen om? Nou ja, doe die witte schoenen aan. Ja, want die doen het, hè? Die witte schoenen doen het ook. Die gipspootjes, hè? Ja, gipsklompen. Nou, als hij er 3 in had, is het helemaal goed. 2 ook. 1 ook, hoor. En assist ook. Als we maar winnen, toch? Juist, maat. Goed weekend. Ja, jullie ook. Ja, ik ga er naar mijn zin hebben. Nog 2 dagen, joh. Ik zit echt uren te tellen. Maar het gaat gebeuren. Maak iets niet allemaal, nerveus. Allemaal een supportersoom las ik, toch? Ja, je komt ook, hè? Ja, na afloop op de A4, denk ik. We hebben al regels. We mogen niet op de snelweg. Echt waar? Nee, gaan we niet doen. Met z'n allen. Dat gaan we niet doen, hè? Ja. Het zal mooi zijn. Ja, echt. Toppie, hey. Mikey. Goed weekend. Yo. Even tussendoor voor commercial voor onze collega's van Ponyhoes. Staan we mee. Die zijn hier ook bij ADO. Ik ben benieuwd wat ze hier doen. Wat doen jullie nou hier dan bij ADO? Even een hart onder de riem, hè? Een hart onder de riem. Hebben wij dat nodig? Hebben wij dat nodig? Nee, dat heb je niet nodig. Als je naar jullie spel kijkt, maar als het lukt zondag om... Ja, Ajaxide van het kampioenschap af te snoepen. Mijn zegen heb je, hoor. Ja, wat heb jij tegen Ajaxide? Niks. Ik heb iets voorspanning in de competitie. Ja, precies, want dan wordt het weer mooi. Hij is van ADO, hè? Ja. Oké. Okay. Nee, hij is van NAC Breda. Nee, hij is van ADO. Nee, maar ga jij mij een afvraag stellen? Ja, nee, dat doen we zo, ja. Oké. Okay. Nou, hebben we even Paulnieuws, even reclame gemaakt? Want ja, ik weet dat jullie allemaal van die loeren zijn, hè, naar Paulnieuws. Of er iets brekens. Ja, er komt niks brekens, want dat heb je al gezien bij het ADO-journaal natuurlijk. Wat denk jij dan? Oh, let op. Wat denk jij dan? Ja, ik denk dat we gaan winnen. Ja, we gaan winnen, maat. Ja, dit is vaste koek. We gaan winnen. Ja, doen we even. Kun je even hier... Ja, maar ik zeg altijd rare dingen. Die gaan jullie al heen gemaakt. Hey, joh, kom op, maat. Hou op, hoor. Yo, nou, captain Danny Holla die is natuurlijk ook gemotiveerd tegen Ajax. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, jij bent altijd gemotiveerd, hè? Ja, ik denk dat we... Ja, natuurlijk is het een speciale wedstrijd. Alleen, we moeten hem wel gewoon normaal benaderen. En, ja, eigenlijk mee verder gaan waar we al nu 9 wedstrijden mee bezig zijn. Het is zo anders ineens allemaal. Ja, tuurlijk. Ik denk helemaal afgelopen zondag dat je hebt gewonnen. Dat heeft wel veel druk weggenomen. En
ja, als je ook ziet waar we vandaan komen, dan is dit best knap. En ja, daar mogen we ook wel even bij stilstaan. En ik denk ook dat we nu we meer punten pakken ook steeds makkelijker en beter gaan voetballen. Want dat geeft toch vertrouwen. Wedstrijd tegen Ajax. Het lijkt mij dat hun zenuwachtiger zijn dan wij. Ik hoop het, want ja, voor hun staat er natuurlijk wel wat druk op dat ze kampioen kunnen worden. Ze hebben natuurlijk daarna nog wel wat wedstrijden. Alleen, ja, ik denk dat ze ook niet heel blij zijn dat wij daar naartoe komen. Want wij hebben ook natuurlijk al 9 wedstrijden op rij niet verloren. Dus dat zegt ook wel wat. En ik denk dat, dat hun dat ook wel voelen. Oké, maat. Verder nog blessures? Nee, volgens mij is iedereen fit. Is jouw team is fit? Ja, ze is lekker fit, ja. Oké, maat. Nou, gaan we zondag feestje vieren. Ja, zou leuk zijn. Is het goed met je verder? Niks ja, aan de hand? Helemaal niks aan de hand. Is er al wat van de Kelder al gebeld? Van luister, een nieuw contractie? Nee, nog niet. Oké. Speelt er wat? Nee, ook nog niet. Ook nog niet. Maar ja, wat ik zeg, ik ben ook niet... Je bent met ADO We hebben nog 3 wedstrijden. Ja. En het zou leuk zijn als we nog een leuk slot aan het competitie kunnen geven. Echt, maat. Als je, nog even één ding. Als je van die 3 wedstrijden die nog gaan komen, hè, Ajax, AZ, Cambuur. Welke zouden we... Of welke zie jij als de makkelijkste? Ja, ik vind in deze competitie moeilijk te zeggen wat de makkelijkste is. Alleen, ja, ik denk dat wij thuis sowieso de punten moeten houden. Dus tegen AZ is sowieso al een leuke wedstrijd waar we de punten hier kunnen houden. En ja, Cambuur uit speelt wel leuk voetbal, maar ja, dat is natuurlijk ook wat mogelijk. En ja, dat blijft aankomende zondag is er natuurlijk ook weer wat mogelijk. Dus ja, in deze competitie is het best lastig om te zeggen wat nou makkelijk is. Oké, maar dan pak je rust. Is goed, ga je en doen. Ik hoop dat we gaan winnen. Oké. Danny Holler, de captain. Iedereen is er blij mee. Nou, dit was het ADO-journaal. We hebben getokt met iedereen, ook met de jongens van Paul Nieuws. Dus als er vanavond linker dingen van mij op beeld komen, komt het door Koos, niet om hem. Want die riep weer rare dingen. Dit was het ADO-journaal. Later!